zijn vandaag op promotour voor ons nieuwe album. Ja! En we zijn nu bij de Kids Top 20. En we hebben net al een paar hele leuke vragen beantwoord. Zo hebben we een spelletje gedaan. En we gaan nu nog een spelletje spelen met zo balletjes en knoppen. Maar jij kende dat spelletje, hè? Of? Nee, niet per se. Ah. Maar ze hebben net gezegd, we moeten dan een balletje pakken en in dat balletje zit al een woord. Ga je het nou al openmaken? Oh. Heb je dat gezien? Ja. Oké. Okay. En dat zeggen? Of? Dansen. Dansen. En dan zouden we dus in theorie zo snel mogelijk... Dan doe ik. Oh. Oh, doe het. Dat doe het. We gaan dansen. Dansen tot de ochtend komt. Maar dat kon ook. Dit is dus inderdaad een beetje het principe van het spelletje. Dat is een beetje de bedoeling. Ja. Het zijn wel veel woorden, dus ik ben benieuwd. We gaan eens spelen, jongens. Het moet geen liedje van K3 zijn. Nee, dat is eigenlijk wel waar. We deden dat nu automatisch wel, maar... We zouden ook kunnen doen... We gaan dansen in de zon. Baden in het licht. Ja, we omarmen het leven. Met een lach op ons gezicht. We komen samen. Verhaal. Geniet van het leven. Bel maar met daar als we een keer moeten komen rappen en in een Peking Zoom. Ja. Natura mag ook altijd tellen. In een caravan. Caravan. Ja, dat. Joei. Vandaag druk bezig met het opnemen van allemaal filmpjes en ook van een paar TikToks samen met Annie! Yes! Voilà. Ja. Jullie gaan dat binnenkort allemaal kunnen bekijken, hè? Zeker, zeker. Ja, en we hebben wel een gekende TikTok gemaakt, hè? Ja. Dat klopt. Ja. Ja. Heel erg leuk. Ja. Dat jou wel moeilijk gemaakt. Ja. Ja, ik moest wel mijn choreo een beetje aanpassen, want ik kende de choreo half. Maar het is gelukt. Het is keigoed. Het is perfectie. En ik denk dat jullie het ook heel leuk gaan vinden. Ja, dus dat denk ik ook. Doei! Mijn meiden, leuk dat jullie er waren. Ja, dankjewel. Ik heb nog iets voor jullie. Oh. We hebben nog even iets, een speciale verrassing hier bij 100% NL. Oh my god, ik ben kei benieuwd. Ik heb hier onder de werktafel, ik ga nu even iets pakken voor jullie. Oh. Wat speciaal voor jullie is. Oh. En het is een enorme verdienste ook. Dus namens 100% NL. Wat? Heb ik iets moois voor jullie? Hier heb ik voor een diamanten ticket. K3 voor 100.000 verkochte tickets voor jullie show! Oh my god! Zo, alsjeblieft hoor! Wow, dat is zo! Wow. Oh my god! Jullie, lees maar even voor wat erop staat anders, ja. Er staat diamanten tickets. Aangeboden aan K3 voor de verkoop van meer dan 100.000 tickets voor de drie biggetjes in Nederland en Vlaanderen.